debat en het woord aan mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zie dat een aantal collega's nog niet terug is van de lunch. Maar als dat een plantaardige lunch was, dan zal ik ze niet kwalijk nemen. Voorzitter, we bespreken vandaag plantaardige lunch. Dragen bij aan de toekomstbestendige landbouw. Want daar, blijkt uit onderzoek, is ook een boterham te verdienen en in de veehouderij helemaal niet. Maar ik loop alvast vooruit op een aantal punten dat ik wil maken, voorzitter. We bespreken vandaag de wet die al was aangekondigd in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte 4. Namelijk, het stikstofprobleem is toch wel heel erg groot. Dus er moet een fonds komen om die problemen op te lossen. Met als deadline 2030. En daar komt een fonds voor. 25 miljard werd er aangekondigd. De Partij voor de Dieren heeft meteen gezegd, ja, het is heel vervelend dat we op dit punt zijn gekomen. Want de problemen in de intensieve landbouw in Nederland en met name de intensieve veehouderij, die zijn niet nieuw. En het is niet alsof we er niet voor gewaarschuwd zijn. Het is niet alsof er geen ambities zijn uitgesproken om daar de verandering in te zetten die nou eenmaal noodzakelijk was. Maar politieke lafheid heeft ervoor gezorgd dat die fundamentele keuzes decennia lang zijn uitgesteld. En nu staan we dus hier en is er geld nodig om de problemen op te lossen. Dus dat steunen we op zich, omdat het niet anders kan. Maar we hebben wel gezegd, ja, als je 25 miljard gaat uitgeven, en dat geldt ook als je daar 700.000 van afhaalt, want nu spreken we over een pot van 24,3 miljard. Als je dat doet, dan moet je wel echt zorgen dat de problemen worden opgelost. Want je kan het tegenover de jongeren van nu, toekomstige generaties, tegenover de boeren echt, je kan het tegenover niemand maken om dat geld uit te geven en dan straks nog steeds met de natuurcrisis te zitten. Nog steeds met een onverantwoorde bijdrage aan de opwarming van de aarde. Nog steeds je bodem achteruit zien gaan. Noem alles maar op. Als je het doet, moet het goed. En voorzitter, u voelt hem al aankomen. Daar zit het probleem dat de Partij voor de Dieren nu heeft met de wet die voor ligt. Misschien in andere gevallen, als er niet zo'n lange geschiedenis was van altijd maar traineren en altijd maar proberen voor de makkelijke uitvluchten te kiezen, hadden we kunnen zeggen, nou ja, het enige wat we nu doen is het geld parkeren en we gaan dat ook zeker weten goed besteden. Maar dat is niet het geval. Het gaat hier over het grote taboe rond de intensieve veehouderij. Alle inhoudelijke adviezen, de officiële adviesorganen van het kabinet, het heeft al zo'n enorme stapel aan aanbevelingen opgeleverd en iedere keer was de reflex, nee, innovatie, een beetje sturen, een beetje rommelen in de marge, geld storten in een bodemloze mestput. Het resultaat, einde van dat liedje, was een halvering van het aantal veeboeren, een gelijkblijvend aantal dieren in de Nederlandse veehouderij en dezelfde problemen die alleen maar groter zijn geworden. En nu zien we dat dit kabinet weer in diezelfde reflex schiet. En dat verwijt ik niet minister Van der Wal, want ik heb er echt vertrouwen in dat zij de problemen ziet en onderschrijft en probeert te sturen. Maar ja, ze zit wel in een coalitie waarvan de minister-president het gewoon accepteert dat er verdeeldheid is. En dat het CDA heeft gezegd, wij willen heronderhandelen, want we weten helemaal niet of wij nog kunnen dragen wat we met goed fatsoen en ons volle verstand hebben ondertekend. Namelijk het lostrekken van dit dossier, het oplossen van de natuurcrisis en daarmee ook weer ruimte creëren voor de gezonde economische activiteiten die nodig zijn in ons land. Ze hebben ervoor getekend, maar ze stellen het nu toch weer ter discussie. Dus voorzitter, onze kritische houding tegenover de aankondiging van dit fonds, als we het doen, dan moet het wel goed gaan, ja, is natuurlijk alleen maar kritischer geworden met de situatie die het kabinet zelf heeft gecreëerd. En voorzitter, een van de elementen die steeds terugkomt in deze discussie is dat het zo lastig zou zijn om draagvlak te vinden, dat er zoveel protest zou zijn van de burgers en de bevolking en de boeren. Ja, dat heeft het kabinet ook zelf laten voortbestaan. Want waar het om gaat, is dat we in Nederland 500 tot 600 miljoen dieren per jaar fokken, exploiteren en door het slachthuis jagen. En wat had je dan gedacht? Dat die mest die al die dieren produceren geen schade zou aanrichten aan onze natuur, aan ons grondwater, aan het klimaat. En vertel gewoon waar het begint. Het begint
met dat we hier toestaan en accepteren en gedogen dat we weerloze dieren ieder jaar zwanger laten worden, een kalf laten dragen, dat vervolgens laten baren en we halen dat kalf bij haar weg. Dat is om te beginnen al een moreel probleem. Die kalfjes belanden in de kalvermesterijen en veel van die dieren zijn zo ziek dat ze de eindstreep niet eens halen. Vertel wat er met de dieren gebeurt, wat ten grondslag ligt aan de grote problemen voor klimaat, voor omwonenden, stankoverlast. Dit zijn morele problemen die we niet durven te adresseren. Kijk naar de varkens en vertel over de varkens. De helft van die dieren in de Nederlandse veehouderij heeft longontsteking of het nog veel pijnlijker, borstvliesontsteking. Vertel aan mensen dat dat een moreel probleem is. En we hebben draagvlak voor het fors inkrimpen van de veestapel. Vertel dat 90% van de varkens in de Nederlandse veehouderij die worden vetgemest, leven in volautomatische systemen. Dat betekent dat er geen mens aan te pas komt. De lucht wordt gefilterd, het voer gaat automatisch. En volgens de wet moet 1 keer per dag iemand langskomen om te kijken of die systemen nog werken. Als alleen al het luchtsysteem uitvalt, dan stikken alle dieren. We vinden dat niet acceptabel. We weten dat de meerderheid van Nederland dat niet acceptabel vindt. Kijk naar de kippen. Iedere ochtend moet de kippenboer door zijn stal lopen om de dode dieren op te rapen. Die dieren waren dus ziek, hebben om allerlei redenen zichzelf niet in leven kunnen houden, is geen verzorging aan te pas gekomen. Die mochten daar gewoon creperen. 30 miljoen dieren per jaar komt niet eens levend de stal uit. Dat ligt in grondslag aan het stikstofprobleem. De manier waarop we met dieren omdenken te kunnen gaan in dit land. Vertel dat gewoon. En vertel gewoon dat al die problemen waar we voor staan 1 gemeenschappelijke deler hebben. Dat we zoveel dieren in stallen proppen in Nederland. Dierenwelzijn, stankoverlast, vervuiling van ons grondwater, vervuiling van ons drinkwater, verlies van onze vruchtbare bodems, verlies van de biodiversiteit die we nodig hebben voor een gezonde landbouw in de toekomst. Gezondheidsschade voor omwonenden. Longontstekingen zijn gewoon een direct verhoogd risico als je in de buurt woont van geitenhouderijen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dreiging van zoonozen. Nederland zit op een tikkende tijdbom met deze veehouderij. Er ligt een rapport van de commissie Beekendam. We zijn allemaal geschrokken van wat er kan gebeuren als een dierziekte overspringt op de mens. En dat was nog maar corona. Dat was nog maar een voorproefje van wat ons staat te wachten als we die risico's niet fors inperken. Allemaal 1 gemene deler. Die dieren in de veehouderij. Dus het probleem is niet technocratisch, wat ik het CDA heel vaak heb horen zeggen. Het probleem is dat we niet durven in te grijpen, omdat, en dat is de tragiek van het verhaal, niet de boeren dit zelf zo graag willen, maar dat de agro-industrie hier belang bij heeft. Ik hoorde mevrouw Van der Plas al spreken over de kritische massa boeren die we zouden kwijtraken. Dat is precies wat de agro-industrie zegt. Boeren zouden heel graag met een gezond verdienmodel door willen. De enigen die belang hebben bij deze belachelijke aantallen dieren in Nederland zijn de slachthuizen, zijn de veevoerbedrijven, zijn de stallenbouwers, zijn de Rabobank. Die hebben het over een kritische massa boeren die zou moeten blijven bestaan. De boeren zelf niet, die gaan ten onder in dit systeem. Dus voorzitter, het kabinet heeft vreselijk veel steken laten vallen in het creëren van draagvlak, wat gewoon echt best makkelijk is. Want de problemen zijn bekend, waren bekend. En het is onze dure plicht om ze nu in samenhang op te lossen. En we moeten ook zeker weten dat het geld dat daar nu voor wordt gereserveerd, waarvoor het kabinet onze steun vraagt, wij willen die steun geven, moeten we wel zeker weten dat het goed gaat. En dat begint met die agro-industrie ook gewoon te laten meelappen. Dat stond in het coalitieakkoord, dat het kabinet dat van plan was, of in elk geval vindt dat dat moet. We hebben er 10 maanden geleden over gestemd toen de heer Thijssen er nog een motie over indiende. Er was hele brede steun voor. En tot mijn grote verbijstering is het kabinet met niks gekomen. 24,3 miljard van de belastingbetaler en de jongens die rijk zijn geworden aan dit systeem, die staan in de quote 500 en die hoeven nog steeds niks te lappen. Ja, dat kan dus niet. Dat kan echt niet.
Rechtvaardigheid, de ChristenUnie had het er net over. Ja, rechtvaardigheid zit hem ook in dat je gewoon de gasten die hebben verdiend aan dit systeem flink laat terugbetalen. En ik zie daar geen tastbaar bewijs van. Dus ik heb een amendement erover ingediend. Ik ben benieuwd naar de reactie van de minister. Maar de Rabobank heeft bijvoorbeeld al gezegd, ja, kwijtschelden van leningen, dat gaan we gewoon niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen. Zij hebben heel veel geld verdiend ten koste van de boeren, ten koste van de dieren, met die uitvluchten die steeds zijn gezocht door het te zoeken in innovatie. Ja, klinkt leuk, maar wat betekent dat? Een bak geld van de belastingbetaler en een investering van de boer zelf in een bepaald stalsysteem. De Rabobank stond wel te lachen, want er kwam weer een nieuwe lening aan. En de Rabobank zei, dat kan best, maar dan moet je er wel meer dieren bij. Want anders rendeert het niet. Dus schaalvergroting, de boer zit vast aan die lening met zijn emissiearme stalvloer. En dan blijkt, wonder boven wonder, dat dat de problemen niet oplost. Ja, dat wisten we al. En ik zie in deze wet geen enkele garantie dat dat niet nog een keer gaat gebeuren. De minister schreef het in antwoord op de schriftelijke vragen die door bijvoorbeeld mevrouw Van der Plas zijn gesteld. Ja, als er dan effectief bewezen innovatiemethoden zijn, kunnen we daar dan ook geld uit het fonds voor vrijspelen? Ja hoor, zegt de minister. Effectief bewezen innovatie. Klinkt leuk, maar waar stuurt die innovatie dan precies op? Alleen op luchtwassers, denk ik. Alleen op een stikstofdoel. Maar we moeten integraal sturen. Want systemen met luchtwassers en emissiearme stalvloeren, dat betekent dat die dieren permanent opgesloten staan in een stal met een verhoogd risico op brandgevaar, stalbranden, explosiegevaar zelfs. Dus dat gaat rechtstreeks in tegen de doelen die je voor dierenwelzijn moet halen. Waarvan deze Kamer en de Eerste Kamer in de wet heeft vastgelegd dat dieren moeten kunnen leven naar hun aard. En voor de dieren kan je het niet maken, voor de belastingbetaler kan je het niet maken om weer op die halve maatregelen te sturen, maar ook voor de boeren zelf niet. Omdat zij recht hebben op duidelijkheid over waar kan ik nou in investeren en kom ik straks niet, als ik dit heb gedaan en dat heb gedaan, weer voor andere doelen te staan. Die garantie zie ik niet in de wet. Voorzitter, we hebben op de afgelopen dagen veel samengewerkt met collega-partijen. Dus er ligt een heel aantal amendementen, waaronder van GroenLinks, waaronder van de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, heeft verschillende amendementen gemaakt. Die zeggen, maak het nou integraal. Zorg dat je op alle doelen in samenhang stuurt. Zorg dat je geen doelen vergeet. De vergeten doelen zijn in elk geval de volksgezondheid, zoonose en dierenwelzijn. Ja, mij lijkt niet dat je die eruit kan laten. En ik wijs het kabinet ook op haar eigen idee, ingedragen en aangegeven door de Kamer, om steeds aan de heer Remkes te vragen wat we moeten doen. Ja, ik vond dat niet nodig, want je weet al lang wat je moet doen. Maar goed, Remkes zei dan toch, neem de bocht in één keer. Neem de bocht in één keer. En dat zie ik niet terug in deze wet. Dank ook aan de rapporteurs, dat vergeet ik nog helemaal te zeggen, die goed hebben gekeken naar, is deze wet nou, voldoet die nou aan de eisen waar zo'n wet aan moet voldoen als de Kamer een handtekening zet onder de uitgaven van heel veel geld. En ik wil graag een van de punten citeren die heel veel zegt en heel fundamenteel is voor de keuze waar we voor staan. Uit het rapport van de rapporteurs, mevrouw Bromet en de heer Van Kampen, die hebben gesproken met professor Jan-Willem Eresman. Daar staat, fondsen als het Klimaat- en Transitiefonds zijn volgens Eresman geschikt voor de lange termijn, maar de systeemverandering is in de voorliggende opzet onvoldoende gewaarborgd. Een meerjarenprogramma moet in het teken van een lange termijnperspectief, dat betekent verder dan het einde van deze fondsen, staan. En dat perspectief ontbreekt. Daarvoor is een visie nodig die er nog niet is. Op basis van structurele keuzes, zoals systeemverandering in plaats van reductie van uitstoot, kunnen doelen gekoppeld worden. Ik zie dat nog niet. En ik hoor graag wat de minister daarover te zeggen heeft. Voorzitter, een ander cruciaal punt gaat over wat de Algemene Rekenkamer had geschreven. Die zei, ja, de koppeling tussen middelen en doelen ontbreekt. En de Algemene Rekenkamer formuleert het altijd heel diplomatiek en voorzichtig en zo, maar dit is harde kritiek hoor. En de Algemene Rekenkamer heeft eerder al gezegd, ja, steeds die stapeling van regelingen zonder duidelijk
eindperspectief, waarop je ook echt integraal stuurt, dat lost de problemen niet op. En het is voor boeren onbegrijpelijk en onwerkbaar. Dus ik zou graag zien dat de minister die kritiek van de Algemene Rekenkamer serieus neemt. Kijk even wat ik hier al over gezegd heb. Ja, voorzitter, dank u wel. De specifieke maatregelen ben ik op ingegaan waar mevrouw Van der Plas naar had gevraagd en wat de minister heeft bevestigd. Ja, dat kan dan gewoon in theorie allemaal aan innovatie of verplaatsing worden uitgegeven. En ik heb een amendement ingediend om dat juist niet te doen. Voorzitter, we lopen ook het risico, en dat is met zo'n groot fonds wel echt zwaarwegend, dat de Kamer het totaaloverzicht kwijtraakt. Ja, aan de ene kant is het budgetrecht gegarandeerd, omdat we nog in deelbegrotingen steeds over komen te spreken. Maar als je in de wet zelf niet echt inkadert en duidelijk maakt wat de doelen zijn waar we ons gewoon aan moeten houden en hoe die bijdragen aan de landbouw waar we naartoe moeten, echt het oplossen van de problemen en sturen op de landbouw die toekomst heeft, dan dreigen we het totaaloverzicht kwijt te raken. Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren staat vast dat de landbouw in grote problemen zit. En dat is voor iedereen vervelend. Voor iedereen is dat vervelend. Voor de mensen op het platteland, voor de dieren, voor toekomstige generaties, nu al. Mensen die het moeilijk hebben, die in de krant moeten lezen dat hun drinkwaterrekening omhoog gaat. Ja, waarom? We hebben zelf al drinkwaterputten moeten sluiten vanwege vervuiling door mest en pesticiden. Dus we moeten in het belang van Nederland deze keuzes durven maken. En doen we dat niet, dan lopen we een heel groot risico dat we straks 24,3 miljard verder zijn en nog steeds met dezelfde problemen zitten. Dus dat zal de voorwaarde zijn, voorzitter, van de Partij voor de Dieren. En ik wijs de minister er nadrukkelijk op, en ook de coalitiepartijen, dat juist ook voor de boeren die omschakeling cruciaal is. Boeren hebben een gezonde bodem nodig, hebben schoon water nodig, hebben biodiversiteit nodig voor de voedselproductie in de toekomst. En we weten uit onderzoek dat juist de veeboeren weinig verdienen. En dat de toekomst ook voor de verdienmodellen in de plantaardige productie ligt. Dat is het toekomstperspectief waar we heen moeten. Waar we naartoe kunnen met z'n allen. En daar hoort ook bij dat we boeren beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. En de Kamer is daar duidelijk over. Zo'n handelsverdrag met landen als Brazilië en Argentinië, waarin er tarieven worden verlaagd voor de import van landbouwproducten die gewoon rechtstreeks concurreren met de boeren hier, moeten we niet willen. En de Kamer is daar duidelijk over en het kabinet weigert om zich daarbij aan te sluiten. Die zegt, we wachten nog even de Europese voorstellen af. Dat is toch geen verhaal in de richting van de boeren die je nu confronteert met een hele grote transitie. Dat is toch geen verhaal. En we weten toch dat we met z'n allen veel minder dierlijke producten moeten gaan consumeren. Willen we überhaupt de wereld kunnen voeden, de klimaatdoelen halen en de biodiversiteit redden? Dat hoort er ook bij. Zodat je, wat mevrouw Van der Plas de hele tijd zegt, ja, als we één koe in Nederland minder doen, dan komen er twee elders terug. Dat is helemaal niet waar. We moeten sturen op die eiwittransitie die ons al jaren is beloofd. Maar het staat netjes opgeschreven in beleidsnota's en niemand doet wat. Bang voor de Telegraaf, die dan gaat zeggen, het kabinet pakt mijn gehaktballen af. Ja, laat je niet koeieneren, zeg. Vertel gewoon wat er schuil gaat achter die gehaktballen. Dat is dierenleed. Dat is verlies van onze natuur. Dat is een slecht perspectief voor de boeren. Ik zou graag zien dat politici hier in dit huis de thee een beetje durven te trotseren, zeg. Maar goed, ik wacht nog steeds. Ik wacht nog steeds. Voorzitter. Voordat u verder gaat, een interruptie van de heer Boutkamp. Ja. God, dank u wel. Ja, ik was ook even aan het wachten, maar ik dacht ik begin nu toch maar. Ik heb het amendement er even bijgepakt over de agrobelasting of hoe we het ook willen noemen. Ja. Ik denk belangrijk dat de kaders ervoor in ieder geval gegeven worden door dit amendement. Ik lees ook in de memorie van toelichting dat het kabinet benadrukt dat de verduurzaming van de landbouwsector, ook het bedrijfsleven en de keten, daar een bijdrage van verwachten. Maar we horen wel dat dat niet zo lekker loopt in het landbouwakkoord. En dat de andere minister nu opnieuw daarover gesprekken moet openen. Dat hoorden we gisteravond op BNR.
En nou, dan denk ik dat het goed is dat wij als Kamer een beetje helpen. Maar dan vraag ik me wel af, als hier staat dat het Dierengezondheidsfonds... Amendement als, 20 is ja, het, hè? Ja, dat is 20, ja. Dat als het Dierengezondheidsfonds als voorbeeld wordt gepakt... waarin de helft bijvoorbeeld uit de private kosten gedekt worden. Hoe ziet mevrouw Ouwehand dan een rechtvaardige verdeling van zoiets? Dus hoeveel zou daar moeten worden ingelegd door de private sector? Ja, voorzitter, dank. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan, dat was ik nog vergeten, de medewerkers van de Kamer van Bureau Wetgeving, maar ook ambtenaren op het ministerie die ons hebben geholpen met het maken van die amendementen. Veel dank voor hun harde werk daarvoor. En dit amendement gaat inderdaad over dat de grote ketenpartijen, de jongens in de agro-industrie, we denken aan de banken, we denken aan de slachterijen, we denken aan de veevoerfabrikanten, hun eerlijke deel moeten betalen. Want het is ongelooflijk dat zij al die jaren dik hebben verdiend, de boeren, de helft van de boeren moest stoppen en nu zijn de kosten voor de belastingbetaler. Dus wij vinden dat minstens de helft van het fonds gevuld zou moeten worden door de grootverdieners in de industriële landbouw. En ik wijs het kabinet erop dat we eigenlijk hadden verwacht dat dit geregeld was voordat deze wet naar de Kamer werd gestuurd. Want het staat nota bene in het coalitieakkoord, een niet vrijblijvende bijdrage. Maar wat we zien is dat er toch vrijblijvend over wordt gesproken aan die tafels van het landbouwakkoord, wat wij op geen enkele manier kunnen controleren. Dus de Kamer weet op dit moment niet of die verplichte bijdrage van de agro-industrie komt. Maar ons wordt wel gevraagd om 24 miljard goed te keuren. Dank u wel. Ja, dat gaat er wat de Partij voor de Dieren betreft niet in. U volgt het betoog weer. Ja, voorzitter. De enige landbouw die toekomst heeft, is de landbouw die op alle doelen stuurt. En daar hoort bij een gezond verdienmodel voor de boeren. Dierenwelzijn, klimaat, natuur, volksgezondheid, behoud van gezonde bodems, herstel van de biodiversiteit. En dat kan grappig genoeg ook rekenen op groot draagvlak in de samenleving. Ik herinner de Kamer eraan dat het allereerste burgerinitiatief dat deze Tweede Kamer heeft behandeld, het burgerinitiatief was van Milieudefensie, die uitgebreid werk had gestoken in kijken naar alle doelen die gehaald moeten worden en die ook van belang zijn voor een gezonde samenleving. Waar kwamen zij op uit? Je gaat die doelen niet halen als je niet de veehouderij krimpt met 70%. Dat vonden ze zelfs een beetje te wild. Dus ze hebben 50% krimp voorgesteld. Dat burgerinitiatief werd als een malle ondertekend. Het is doorgerekend door destijds het Landbouw Economisch Instituut. Ook daar bleek toen al, 2007, hè, dat voor de boeren dit systeem op geen enkele manier een houdbaar verdienmodel oplevert. Nederland is duur. We kunnen hier niet bulkproductie blijven doen en hopen dat we daarmee geld verdienen. Dat gaan die boeren niet redden. Stuur op de productie die toekomst heeft, waarin boeren een verdienmodel hebben, een gezond verdienmodel. En dat kan alleen in een volledig gezonde landbouw. Mevrouw van der Plas, PPP. Dank u wel. Ja, ik heb een hele hoop onzin gehoord in het betoog van mevrouw Ouwehand zojuist. Bijvoorbeeld, en ik pak de koe gelijk maar even bij de horens. Door te suggereren dat een boer 's ochtends vroeg een keer door de stal loopt om kadavers op te pikken. Een kippenboer. Dat is gewoon volstrekt niet waar. Een kippenboer, een pluimveehouder, die loopt meerdere malen per dag door zijn stal. Terwijl wij al lang op één oor liggen, 's nachts gaat hij nog een rondje maken. Meerdere keren per dag. Niet één keer per dag om de kadavers op te pakken. Ik vind het heel kwalijk hoor, dat dat hier zo neergezet wordt. Want dat geeft wel een beeld naar buiten toe, naar burgers in Nederland, alsof boeren inderdaad dierenbeulen zijn. Het woord wordt niet in de mond genomen, maar tussen de regels door lijkt het wel zo. Dus daar wil ik sowieso graag een punt van maken. Maar dan ben ik dus bij de... Wacht heel even. Ja? Eerst even een reactie daarop. Ja, mevrouw Ouwehand. Ja, ik denk dat het lastig is om koeien bij de horens te pakken in Nederland, want die hebben ze niet. Maar ik denk dat mevrouw van der Plas dan ook moet reageren op het eenvoudige gegeven dat dieren in de Nederlandse veehouderij, dat 30 miljoen dieren niet levend die stal uitkomen. En dan wil ik heel graag van mevrouw van der Plas horen hoe zij denkt dat er aan toe gaat. Wordt er individueel voor een kip gezorgd? Of staat er gewoon een vuilnisbak waar de dode dieren in terechtkomen zonder individuele zorg te hebben gehad? Dat is toch de realiteit. Dank u wel. Ja. Mevrouw van der Plas weer.
Nou, die vraag mag mevrouw Ouwehand mij straks stellen in een interruptie. Want volgens mij interrupeer ik mevrouw Ouwehand. En dan is het altijd een heel aardig kunstje om dan ineens de vraag om te draaien. Maar stel mij die vraag vooral straks. Zal ik daar antwoord op geven. Kijk, mevrouw Ouwehand, die heeft het de hele tijd over veeboeren. En veeboeren, ja, die verdienen nu op dit moment helemaal geen geld. Maar eigenlijk is dat wel een klein beetje misleiding, hoor, vind ik. Want de Partij voor de Dieren wil gewoon af van alle veeboeren. Alles wat hier wordt gezegd over een beter verdienmodel, over reductie van de veestapel met zoveel procent, dat is gewoon Partij voor de Dieren. Want dan vraag ik me dus af, als we dan zeg maar straks, stel we hebben straks die transitie gemaakt, hè, naar het model waarvan mevrouw Ouwehand nu zegt van, nou weet je, daar moeten we dan naartoe. Maar dan hebben we nog steeds vee in Nederland. En die dieren gaan nog steeds naar de slacht. Worden nog steeds doodgemaakt voor ons voedsel. En dat wil de Partij voor de Dieren niet. Maar stel, we zitten op dat punt. En we hebben die transitie gehad. Wat gaat de Partij voor de Dieren dan doen? Dan gaat de Partij voor de Dieren tegen haar achterban zeggen, weet je, dit is het systeem wat we willen hebben. En die dieren mogen van ons lekker naar de slacht. Hè, zodat u vlees kan eten als u wilt. Of zegt de Partij voor de Dieren dan, zo, dit hebben we mooi bereikt. Heel veel boeren die zijn nu verdwenen. En nou gaan we de volgende stap. Een plantaardige wereld. Of gaat u daar nu meteen naartoe? Want dat zou wel zo eerlijk zijn. Ja, voorzitter. Ik wil eerst nog even terugkomen op die dode kippen. Want het is heel reëel. Er sterven in de Nederlandse stallen per jaar 30 miljoen dieren. En die hebben een lijdensweg gehad tot het moment dat ze stierven. We weten van bijvoorbeeld de vleeskuikens. Die komen ergens uit het ei. Die worden in een stal gestort. 6, 7, 8 weken later worden ze eruit gehaald. Ze leven al die tijd op dat strooisel, op hun eigen uitwerpselen. We weten dat ze zo zijn doorgefokt dat veel van die dieren op een zeker moment niet eens meer goed kunnen staan. Niet goed bij het water, bij het voer kunnen komen. En dat veel van die dieren daar gewoon creperen. Geldt ook voor legkippen. Dus wat mijn pleidooi is, vertel daar gewoon over. Dan weten we met elkaar waar we het over hebben. Oké, dit is wat er met dieren gebeurt in de veehouderij. En dan kunnen we met elkaar de vraag stellen, vinden we dat acceptabel? Heeft u gezegd nu, ja. En dan, de vraag. Ja. Kijk, de Partij voor de Dieren gelooft dat de toekomst plantaardig is. En gelukkig zien we ook dat dat niet een particuliere mening van de Partij voor de Dieren is, maar dat daar heel veel onderzoek aan ten grondslag ligt. Neem alleen al de opgave om iedereen van gezond en duurzaam voedsel te voorzien. Ja, dat gaat niet als we kostbare landbouwgrond gebruiken om dierenvet te mesten, in plaats van die grond te gebruiken om rechtstreeks daar gezonde gewassen te telen voor menselijke consumptie. De veehouderij is geen voedselproducent, maar een voedselverspiller. Dat is maar één van de factoren waaruit blijkt dat we zullen moeten omschakelen. Dank. Ik heb al gewezen op de doorrekening van het allereerste burgerinitiatief dat de Tweede Kamer heeft behandeld in 2007 moet ik zeggen. 70% van de krimp van het aantal dieren is noodzakelijk. En daar hoort absoluut bij dat we veel minder dierlijke producten gaan consumeren. Ook dat staat in allemaal wetenschappelijke aanbevelingen. Dank u wel. Er allemaal bij. En daar stuurt de Partij voor de Dieren op. En wij zullen altijd, want mevrouw van der Plas vraagt, en wat gaat de Partij voor de Dieren dan doen? Wij zullen altijd blijven wijzen op het lot van de dieren. En dat je jezelf heel goed, duurzaam en lekker en smakelijk en gezond kan voeden zonder dieren te gebruiken. Ik wil u toch een beroep op u doen om weer terug te gaan naar het wetsvoorstel wat er ligt. Want hoe belangrijk en fundamenteel de discussie ook is, of doe het wat korter en krachtiger. Want we hebben ook een wetsbehandeling die op de ter behandeling staat. Mevrouw van der Plas, laatste vraag. Nou ja, het is natuurlijk aan de voorzitter om gewoon mensen die hele lange antwoorden of hele lange vragen stellen te onderbreken. Dat zeker. Staat de voorzitter vrij. En u zag ook dat ik dat probeerde. Ja, zeker. Dat is bij mevrouw Ouwehand best wel lastig af en toe. Weet ik uit ervaring. Ik sta bekend als een lastig mens. Weet ik uit ervaring met het debat met haar. Maar het kan bijna niet anders dat we nu even afdwalen van het wetsvoorstel. Omdat mevrouw Ouwehand hier een heel betoog houdt over dierenwelzijn en wat ook allemaal helemaal niet over het wetsvoorstel gaat. Dus ja, dan vind ik wel dat we daarop moeten kunnen reageren. Laat u zien dat het ook kort en krachtig is. Kort en krachtig wil Partij voor de Dieren een einde aan de veehouderij in Nederland op termijn, op korte termijn het liefst,
Ja of nee? Moet gewoon alle dieren, gewoon een hele veehouderij helemaal weg. Ook biologisch dynamisch. Mevrouw Ouwehand. De Partij voor de Dieren wil een krimp van het aantal dieren in de veehouderij op korte termijn met 75%. En de Partij voor de Dieren zal blijven wijzen op de gezondheid en het lonkende perspectief van een plantaardige toekomst. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Nou, dat ging heel goed. Voorzitter, mijn laatste vraag aan de minister zou zijn. Ze heeft gehoord wat voor de Partij voor de Dieren de voorwaarden zijn om in te kunnen stemmen met het vrijmaken van deze middelen, van dit fonds. Het jaar 2030 is net ook al genoemd. Daar hebben we ook amendementen over ingediend. Ik heb nog steeds geen terugkoppeling over de situatie die nog steeds aan de gang is en die dus wel degelijk ook relevant is voor dit debat. Dat er aan de ene kant veehouders worden uitgekocht en aan de andere kant gewoon nieuwe stallen worden bijgebouwd. Ja, als dat de manier is waarop middelen worden uitgegeven, dan zeker geen steun van de Partij voor de Dieren voor dit fonds. Dank u wel.